Avri en de gemeente Tiel liggen regelmatig onder vuur op social media. Mensen klagen vaak over overvolle prullenbakken en zwerfvuil. Dat deed ook Lucien Tros, een betrokken Tielse inwoner. Hij trof op de begraafplaats aan de Papensteeg in Tiel overvolle prullenbakken aan en plaatste daar een foto bij. Ik zag eigenlijk best wel een behoorlijke bende op de begraafplaats, overvolle prullenbakken. En het toonbeeld was nou niet echt geweldig. Dus ik heb daar een stukje over op Facebook gezet. En nou, een lawine aan reacties kwamen tegemoet. En ik wil allereerst zeggen, ik neem de medewerker, de man en vrouw van de Avri, die met de bezem in de hand de straat schoonmaakt in Tiel. Die neem ik niks kwalijk, want dat zijn wat mij betreft de helden van Tiel om de stad schoon te maken. Maar ik denk dat het probleem dieper ligt. Ik denk dat het probleem van de viezigheid ligt in enerzijds de gemeente, die qua onderhoud voor het dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Althans, zo lijkt het. En anderzijds denk ik een probleem bij de Avri, die toch wat meer regie mag voeren over de werkzaamheden die worden verricht. Het is zo dat Avri in onze opdracht twee keer per week, op maandag en op vrijdag alle prullenbakken op begraafplaats Papensteeg schoon of leeg haalt. En toch is er blijkbaar dan in dit weekend heel veel gebeurd op de begraafplaats. Dat veel mensen langs zijn geweest om de graven misschien voor kerst weer eventjes helemaal mooi op orde te brengen. Want dat is toch wel de hoogtijdag waarop dat gebeurt. En we zien dus dat die prullenbakken vooraan, dat zien we vaker, dat die vol zijn. Terwijl op de hele begraafplaats staan er veel meer prullenbakken die veel minder gebruikt worden. Dus eigenlijk roepen we mensen op van, ja, die prullenbakken staan langs de hoofdpaden. Gebruikt u, hoeft dus eigenlijk helemaal niet zo heel ver te lopen als het graf van een dierbare achterop de begraafplaats ligt. En mocht het vol zijn, dan staat er bij de beheerdersruimte staan er ook altijd nog twee grote containers waar u eventueel afval in kwijt kan. En dus wat ons betreft is het een incident, maar mocht u van mening zijn dat er echt veel overlast of dat er veel afval is, ja, meld het alsjeblieft bij ons bij de Bel- en Herstellijn. Dat kunt u ons bellen op ons algemene telefoonnummer 0344 637 111. Maar u kunt ook 24 uur, 7 dagen per week, kunt u een melding doen op de Bel- en Herstellijn via onze website www.tiel.nl. En dan gaan we daar mee aan de slag. Maar in feite is het zo, we monitoren hoe de situatie is daar en het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. En ik denk als we met elkaar zorgen dat deze begraafplaats gewoon blijft, is en blijft, dan komt dat zeker voor elkaar. Nou ja, het gaat er mij natuurlijk helemaal niet om te zwarte pieten of om onaardig te doen. Waar het mij om gaat is, ik wil gewoon een mooi en schoon Tiel. Een Tiel waar ik trots op ben.